Heel hele goede middag. Ja, ik denk ik ga weer eens even op Frodo in schakelen. Maar die is een beetje gek aan het doen. Hij is net buiten geweest. Dus ja, frisse neus gehaald. Hé? Ja nou. Wat verdikkie, hè. Ben je ook lief? Ja? Ik ben lief, hè. Oh, goeie dikke doosje. Oh, goeie dikke doosje. Ja. Ja. Tuurlijk is hij lief. Ook al is hij stout, hij is lief. Ja, hij vindt zichzelf lief, laten we het zo zeggen. Maar ik wens jullie als eerste weer een hele goede middag bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik heb lekker uitgeslapen. Ik ben net boven bezig geweest ook. Ik heb de poezenbeestjes nieuw eten gegeven, hun waterbak schoongemaakt en schoon water erin gedaan en... Morgen moet de kattenkamer een goede beurt krijgen van Rebecca. Want maandag wordt, het is eigenlijk een bureau ook wat er staat. Maar gebruik ik om voorraad in te doen van de katten. Zoals kattenbakgrind en katten eten. Behalve het vlees, dat staat hier beneden. Maar het droge voer, dat is erboven. En... dat moet opgeschoven worden, want mijn kerstspullen worden ook van zolder gehaald. Ja, daar help ik zelf even een handje aan mee. Dus dan neem ik de vlogcamera naar boven mee. Maar ik laat natuurlijk niet zien dat ik een, dat van jou zijn. Dat kan ik niet, want ik moet aangeven aan de begeleider Jack van Sferalo. En die mag niet op de vlog, maar... ik mag wel vloggen als het eenmaal in de kattenkamer erbij staat. En die staat dan aan de huisjes toe vol. Dus ja, ik heb heel veel. Ook dankzij mijn mannetje, die hij heette ook toevallig Jack. Ja, hij heet eigenlijk van Cirolo, heet niet Jack, maar Jak. Nou, wat is Jak? Jakiba? Ja, maar Jak vind ik geen naam, nee. Zullen wel meer mensen zijn die zo heten, maar ik vind het geen naam. Het is net of je iets vies vindt van Jak, godverdarrie, bab, wat vies, weet je wat, voor op die manier. En ik zeg, waarom maak je er niet gewoon Jack van? Ik zeg, dat klinkt veel meer, ja. Ik zeg, dat is op zijn Engels, ik zeg, dat is veel mooier. Maar ja, hij is zo geboren, ja. Mijn mannetje was ook eigenlijk zo geboren, die heette Jackie. Nou, dat vind ik nog veel erger. Het is geen klein kind. Als je een klein kind hebt, oké, maar het is geen klein kind. Ja, herinner me nog maar eens, nu niet. Ik heb daar geen verstand van. Dat moet mijn schone zoon maar doen. Dat kind ook weg, zo. Nee, dat... ik vind dat gewoon niks. Dus ik zeg altijd gewoon Jack van Cirolo. En mijn vrouwelijke begeleider heet Sandra. En die is ook van Cirolo. Dus ja. Ik heb dus drie keer in de week hulp. Maandag van Jack. Dinsdag van Sandra. En woensdag van Jack. Dus, komt allemaal goed. Ja hoor, komt allemaal goed. Ik ga nou lekker een bakje koffie maken en Halloween gebeuren is voorbij. Maar of ik daaraan toe kom om dat weer voor het raam weg te halen, ik weet het niet. Ik moet eigenlijk ook nog weer weg, ik moet ook nog naar de FOMA, daar nog een boodschappen doen. Ik moet nog steeds ook voor Pokémon nog weer weg, want ik heb niet genoeg cadeautjes. Want ik heb meer vrienden dan dat ik cadeautjes heb. Nou ja, je moet wat cadeautjes hebben.
Dus ik heb vannacht maar geen cadeautjes weggegeven op bed. Nee, ik komt wel. Dus ik moet eigenlijk vanmiddag weer om tour voor Pokémon. En ik moet nog weer bij de FOMA boodschappen halen, want mijn vleeswaren raakt op en dan haal ik daar weer. Ja, zo blijf je aan de gang, hè? Ja. Zo blijf je aan de gang. Dus ja, ik ga nou een bakje koffie doen. En mijn hondje even brokken geven. Vrodertje, die wil ook denk ik wel wat. Hé, ja nou. Ja. Oh. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Of het nou slecht weer is of mooi weer. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik zeg tot straks. Lieve vrienden. Jongen, nog een toe. Het is koud, het is nat. Ik kreeg regenbouw op mijn hoofd. Helemaal niet lekker weer. Nee, het regent nog steeds. We krijgen nog een hele piek, zag ik op buienradar. Gewoon niet leuk. Nee. Is een ba. Ja. Maar in ieder geval, ik heb mijn boodschappen nou helemaal weer binnen voor voorlopig. Dat, enkel de dingetjes ja, die opgaan, dat zal je weer eens moeten komen. Maar ik heb in ieder geval weer een hele voorraad. Dus ik heb nou ook weer eens een keer eieren en ik heb brood. En ik heb ook voor Sint Maarten heb ik nou spullen voor de kinderen in huis. Dan hoop ik niet dat de kinderen mijn deur weer voorbij gaan. Want ja, dan zit ik met overtollige snoep. Dus ja, de kindertjes kunnen 11 december komen. Ja, kunnen ze zingen. Vind ik leuk. Altijd gezellig. Ja, we hebben één keer hier helemaal niks gehad. Eén keer een handje vol. De tweede keer weer helemaal niks. Maar dat kwam ook denk ik meer door het weer. Want toen was het ook sneeuw en ijzel, alles tegelijk. En de derde keer, toen hebben we nou echt heel veel gehad. En vorig jaar, ja, dat viel me ook mee vorig jaar. Ja, dat vond ik wel weer echt even leuk. Even dat ik op begon te fleuren daarvan, nadat het overlijden van mijn man. Was mijn eerste Sint Maarten, dat ik alleenig was. Dat was wel leuk. En ik ben nu met een bakje koffie bezig. Ik zal hier ook even een lichtje aandoen. Dat zijn de spotjes. En dat is een TL-buisje. Want één spotje is stuk, die zit net achter die TL-buis. Maar dan moet de buurman liever aankijken, want dat krijg ik niet alleen naar voor elkaar. Nee, dat wil niet. Ik krijg niet het lampje verwisseld. Dus ik weet ook niet hoe dat verder zit. Maar oké, doet er niet toe. Ik ben in ieder geval weer thuis en ik ga aan de koffie. Ze zeggen tot strakjes. Ja, lieve vrienden. Nou ben ik eindelijk aan de beurt. De dieren hebben eten gehad. Ik nog niet. Ik ben ook druk voor jullie bezig geweest en natuurlijk voor mezelf. Er is nou, de videopad is nou aan het werk met de tweede vlog. Gelukkig zijn het wel korte vloggen, maar ze moeten toch wel er even ingezet worden. Ja, en binnenkort ga ik een puzzelvlog maken. Ja, dan ga ik het lekker door elkaar hutselen. En jullie mogen het uitzoeken. Welke eigenlijk eerst moet en welke in het midden moet, of wat dan ook. Jullie mogen het uitzoeken. Dat lijkt me helemaal leuk, lijkt me helemaal geweldig. Jullie zijn dus gewaarschuwd, ja. En ik ga nou geen warm eten eten. Nee. Geen zin in. Ik neem mijn broodje, tenminste even twee broodjes, met een gebakken ei. Ik heb zin in een lekker gebakken ei. Dus ja, dat ga ik lekker klaarmaken en ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik heb het klaar. Dit is dus, zoals ik het benoem, roerij met champignonnetjes en sippeltjes. Ham, stukjes ham, gewoon twee plakjes ham in de koekenpannie stukjes doen. Mijn licht begint te flikkeren, vind ik niet leuk. Nou ja, oké. En dan twee plakken kaas eroverheen. En toen was die uit. Oké, nou ja. Misschien dat ze even niet goed zitten, dat kan ook, maar dat is even nou niet belangrijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk, bon appetit! Doei, 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 tot straks maar weer! Ja, lieve vrienden, dat is alweer heel erg laat, het is al 3 uur geweest. Het is hoog tijd om naar bed toe te gaan.
Vrolijk zo boven, Eowyn en Gandalf ook. Dus ik ga er gauw achteraan om ook te slapen gaan. Ik wens iedereen een genoeglijke nachtrust. En graag tot morgen. Ik zou zeggen, doei allemaal.